Ik ga u hier uitleg geven over het nieuwe bodemelixer, bodemverbeteraar van Utera. En dan ga ik u nu verder de uitleg geven. De volgende sheet. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben gestart in 2016 en vanaf juni 2020 ben ik de communicatiepersoon voor het bedrijf. En ik hoop u alle uitleg goed te kunnen geven. En als het nodig is, mag u mij altijd bellen. We hebben u altijd verteld over het transport. Rechtsonder ziet u dat in het schermpje. En dat is alles wat we jullie verteld hebben gehad. Maar nu gaan we het ook over de Utera biosferische landbouw vertellen. En dat is hier rechtsboven. Utera heeft twee verschillende dingen: het vloeibare en de korrels. En hier ziet u de verschillende afbeeldingen ervan. Maar als je dan kijkt, de wereld is aan het veranderen. Er komen woestijnen. En maar ook de hoeveelheid organische stof in de bodem, die beschrijdt op een gegeven moment overschrijdt die de kritische grens van 3%. En dat neemt ook voortdurend nog af. Dat is niet goed. En in veel landen sterft daarom de bodem af. Invloedrijke mensen praten erover en ook zakenmensen en ondernemers. Maar ook honger dreigt. En honger is een van de massavernietigingswapens. Daar moet iets aan gedaan worden. En hier ziet u een filmpje wat de bodemvruchtbaarheid met de menselijke gezondheid kan doen. Meer dan 2000 jaar geleden betoogde de oude Griekse historicus Herodotus dat de welvaart en vitaliteit van een samenleving wordt beïnvloed door de toestand van haar land, vruchtbare bodems. Tot het einde van de 19e eeuw waren het leven en de bodem onafscheidelijk van elkaar, waardoor mensen alles kregen wat ze voor een gezonde ontwikkeling en verbetering van de biologische soort nodig hadden. In de 20e en 21e eeuw is er echter een toenemend gebruik van minerale meststoffen en pesticiden in de landbouw, wat leidt tot een catastrofale achteruitgang van de bio-eosinose van de bodem en voedsel dat op deze bodem wordt verbouwd. In feite vernietigen we het immuunsysteem van de biosfeer, ons gemeenschappelijk kosmisch huis, de planeet Aarde, een levende vruchtbare bodem. Wij vernietigen het met chemische meststoffen, pesticiden en technologisch afval van de hele aardse industrie. Maar op deze manier maken wij allereerst onze eigen gezondheid kapot. Waarom is humus nodig? Nou, we hebben een verdroging van de bodem. Er dreigen massale honger in de wereld. En hoe een van de oplossingen, de groei van de markt voor de productie van insecten voor menselijke voeding nodig is. En er is een plan om een aantal auto's tegen 2050 met 75% te verminderen. Er is ook een ander ontwikkelingspad nodig. En dat heeft Anatoly Jenitsky ontworpen. En dat wordt door SkyWorld Community ondersteund. Ten eerste de productie van biohumus om de bodemvruchtbaarheid wereldwijd te herstellen. Verder ook massale honger met biologische landbouwproducten op te kunnen lossen. En winst te maken met de productie en de verkoop van humusproducten. De levende bodem is een erfgoed. En dat hebben wij van vorige generaties ontvangen. En dat moeten we ook aan de toekomstige generaties doorgeven. En wij kunnen daarmee de economische ramp stoppen. Wij kunnen de toekomst richten op een ander ontwikkelingsvector in plaats van degene die ons nu onvermijdelijk te wachten staat. En hier ziet u het Emiraat, de Verenigde Arabische Emiraten, met daarin het Emiraat Ras Al Khaimah. En daar is de eerste plaats waar men een stuk grond heeft gehuurd en dat gebruikt kan worden om dit product te gaan verbouwen. Daar wordt een fabriek gebouwd. Die fabriek die
kunnen wij helpen ondersteunen om te bouwen. En dan kunnen we later ook de producten van krijgen, of kopen natuurlijk. Maar als eerste instantie is dat natuurlijk voor de Arabische Emiraten. Maar dit is in de Arabische Emiraten de plaats waar het gezond is. Waar, zoals u ziet, heel veel water omheen is, gezonde lucht, geen zware fabrieken. En hier is het het beste om het te kunnen beginnen te verbouwen. En onze grond zit boordevol met vele micro-organismen, mineralen en natuurlijke elementen, zonder welke het leven op aarde onmogelijk zou zijn. En humus is een belangrijk onderdeel voor de plantengroei en voor de productie van milieuvriendelijke producten zonder chemische onzuiverheden, nitraten en kankerverwekkende stoffen. En hierna heb ik daar ook een filmpje over om het wat te verduidelijken. Bodem, hoe kan de vruchtbaarheid ervan worden vergroot? Waarom zijn moderne meststoffen schadelijk? Hoe zal de landbouw in de 22e eeuw veranderen? Volgens onderzoekswetenschappers van de Hohenheim University of Agriculture zijn de gevolgen van de globale bodemchemisering monsterlijk. Door de overvloed aan minerale meststoffen zijn nitraten een essentieel bestanddeel van drinkwater geworden. En in de buurt van grote steden, wat nog veel erger is, is er geen enkel veld meer waar het kwikgehalte onder de maximaal toegestane concentratie zou liggen. De afgelopen jaren heeft de landbouw op de ouderwetse manier gewerkt, waarbij alle krachten uit de grond werden geperst en goedkope meststoffen werd gebruikt. En mislukkingen werden meestal toegeschreven aan slecht weer, aan het gebrek aan het personeel en de uitrusting. In de moderne landbouw ontbreekt het concept van zelfherstellende bodemvormende processen vrijwel geheel en alle inspanningen zijn gericht op technogene landbouw waarbij vandaag de resultaten worden behaald zonder rekening te houden met de gevolgen die uiteindelijk hebben geleid tot degradatie en uitputting van de bodem. Humuszuren hebben het vermogen om giftige stoffen te binden, zoals zouten van zware metalen, radionucliden, aromatische koolwaterstoffen en andere die voorkomen in het productieproces en andere menselijke economische activiteiten. Dit is hun voornaamste beschermende of ecologische kenmerk. De op deze manier gebonden gifstoffen worden bewaard en vervolgens langzaam door micro-organismen verwerkt en komen niet in de organismen van levende wezens en mensen terecht. Nu ziet u, er zijn twee verschillende eindproducten van de grondverbeteraar. Ten eerste de bodemelixir Utera, dat is op basis van vloeibare biohumus. En als tweede organische bodemgrond, biohumus Utera. En dat is op basis van losse biohumus. En wat is het verschil? Op losse basis biohumus, dan zit het in zakken. Men kan dit straks krijgen in zakken van 3 kilo of van 5 kilo. En deze organische bodemgrond is op basis van losse biohumus die verkregen is door de verwerking van organisch afval en speciale soorten regenwormen. En heeft een hoge concentratie aan bodemorganismen. En dan heb je de bodem Utera Elixir op basis van vloeibare biohumus. Hier ziet u de fles. Het is een biologisch actieve voedingsstof voor planten die waardevolle micro-organismen in hoge concentraties bevatten. Als je dan kijkt, het unieke daarvan is dat deze meststoffen een samenstelling hebben met speciale eigenschappen. En die hebben ze verkregen door meer dan 1000 soorten micro-organismen voor in de bodem. Dat is gehaald uit 105 ecologisch zuivere gebieden waar bodemmonsters zijn genomen, vanuit 5 continenten. En ik heb jullie wel ooit verteld dat ik ook in 2019 een 3 kilo grond meegebracht heb. En die moesten wij gaan zoeken in elk land, in elk continent. Werd gevraagd, moest natuurlijk niet, het werd gevraagd, of dat we grond mee wilden brengen die niet met meststoffen, kunstmatige meststoffen, waren verkregen. Dat is een beetje moeilijk vinden in Nederland. Dus we hebben een beetje onderzoek gedaan waar we dat konden vinden en in de hoop om goede grond mee te brengen die al misschien een paar eeuwen niet gebruikt werd met meststoffen erin.
hebben meegenomen naar Minsk toen we daar in 2019 naartoe gingen. En dat is nog een hele mooie happening geweest op het vliegveld, of dat ik binnen mocht in het land met speciaal iets uit het buitenland meegenomen. Is gelukt. En daar heb ik ja, dus een stukje aan bijgedragen. En dat is wel heel leuk. En daar hebben ze dus verder onderzoek naar kunnen doen. En zo ook in andere continenten. Meer mensen hebben dat allemaal meegebracht. En heeft iedereen een klein stukje bij kunnen dragen aan deze ontwikkeling. Dat Anatolij Ninsky dan mee verder kon. De verdere grondstoffen die erin zitten, dat ziet u hier. De bruinkool, steenkool, de stroop, de honing, biohumus en organische elementen. En daar is onderzoek naar gedaan, wetenschappelijk werk verricht, om een unieke methode te vinden voor het kweken van planten, medicinale en waardevolle schimmels. Het is in elke concentratie onschadelijk, wat is bewezen tijdens onderzoeken en test op verschillende soorten gewassen. En Om dan hebben we hier bruinkool nog in even testen uitleg. om te zetten, is er een unieke technologie ontwikkeld om het nieuwe leven in te blazen met behulp van bodembacteriën. In de eerste fase wordt de steenkool vermalen in een breker en vervolgens onderworpen aan een elektrohydraulische behandeling in een pulsinstallatie. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van steenkool als voedingsbodem voor bacteriën vergroot. Tegelijkertijd kweken specialisten culturen van bodembacteriën onder speciale steriele omstandigheden. De gemalen houtskool wordt vervolgens met bacteriën gemengd. Het product is nu klaar om op de grond te worden aangebracht. Qua groeikwaliteit overtreft het zelfs al duizenden jaren de bekende organische meststoffen, zoals mest, vogelpoep, zaadrommel en turf. Het experiment wordt uitgevoerd op hoge bedden op schoon zand in de volle grond. Maar ook op percelen waarop de afgelopen jaren geen landbouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. En daarvoor was er al tientallen jaren een tanktestterrein. Als resultaat van het experiment bleek dat zelfs een kleine toepassing op de bodem tot 1% Biohumus en Farmers Secret bodemgrond in staat stelt een hoge duurzame opbrengst te verkrijgen. De bodemelixir is een biologische plantenvoeding. Dit is de vloeibare plantenvoeding, zoals je ziet op het flesje. Het is verrijkt en het verrijkt de bodem met nuttige micro-organismen en normaliseert de zuurtegraad. Het verhoogt ook het gehalte aan vitamine, aminozuren en mineralen. Het beschermt planten en de bodem tegen ziekten en plagen en het versnelt ook de plantengroei. Dat is natuurlijk heel belangrijk. De producten worden ontwikkeld zonder gebruik van pesticiden. En om de werking bij het herstel van verarmde grond te vergroten, wordt er aanbevolen om de biohumus in combinatie met het bodemelixir te gebruiken. Dus samen heeft het natuurlijk een versterkende werking. Dit alles moet natuurlijk geproduceerd worden onder bepaalde voorwaarden. En die kun je vinden onder deze nummers die je hier ziet staan. En het product vertoont daarbij een hoge efficiëntie en het kan worden gebruikt voor milieuveilige teelt van gewassen en herstel van bodemvruchtbaarheid. Maar er zijn nog meer codes waar men gebruik van heeft moeten maken. En de technische specificaties daarvoor zijn als volgt geregistreerd. Hier zie je de biohumus en de elixir, maar ook andere conforme specificaties die nodig zijn voor de goedkeuring te krijgen om dit te mogen gaan produceren en maken en verkopen straks. Dan heb je nog een aantal certificeringen die nodig zijn geweest. En de kwaliteit daarvan werd steeds beoordeeld. En hier zie je dus dat het Instituut voor Bodemkunde en Agrochemie op 4 augustus 2022 een goedkeuring hebben gegeven. En het Staatswetenschappelijk Instituut voor Milieubeheer van de Nationale Academie van Wetenschappen op 3 augustus 2023. En heel kort daarna hebben wij dit als eerste aan jullie mogen gaan vertellen. En daar zijn we nu nog mee bezig. Dan zie je hier het verdere Met verlopen behulp van in van het filmpje. technologie van reductie zonnebio-energie is het mogelijk om meer dan een ton biohumus te produceren uit een ton bruinkool. Met een ton humus kunt u meer dan een ton biologisch voedsel verbouwen. Daarom zal de jaarlijkse productie van 10 miljard ton bruinkool en olieschaduw, wat ongeveer gelijk is aan een productie aan het einde van het eerste kwart van de 21ste eeuw.
niet alleen energie leveren aan 10 miljard mensen met een snelheid van 2 kilowatt per persoon, maar biedt ook de mogelijkheid om ze gezond, nuttig en geneeskundig voedsel te geven. Bovendien zal dit de verwoestijning van de planeet stoppen en jaarlijks de productiviteit van arme en woestijnbodems verhogen tot het niveau van zwarte aarde op een oppervlakte van ongeveer 30 miljoen hectare, wat groter is dan de oppervlakte van de meeste Europese landen. Ten eerste is biohumus minstens 10 keer effectiever dan welke organische meststof dan ook. Het bevat een complex van voedingsstoffen, macro, micro en ultramicro-elementen, enzymen en groeihormonen, maten en bodemantibiotica. Dit alles is noodzakelijk voor de juiste groei en ontwikkeling van planten. Ten tweede is het onmogelijk om de grond met biohumus te oververzadigen. Gedurende de ontwikkelingscyclus neemt de plant zoveel voedingsstoffen op als nodig is. In elke kilogram organische biohumus leven tot 10 biljoen nuttige bacteriën. En er zijn er bijvoorbeeld maar 200, 300 miljard in mest. Ten derde, overtreft biohumus qua groeikwaliteit de traditionele organische meststoffen, die al duizenden jaren bekend zijn, zoals mest, vogelpoep, zaadroppel en turf. In tegenstelling tot mest is biohumus veilig, het bevat geen ziekteverwekkers en vliegenlarven. In biohumus zitten geen nitraten, zware metalen, pathogene microflora en onkruidzaden. Waartoe zal het leiden? De voordelen van biohumus zijn dat het versnelt voor de kieming van zaden en het verhoogt natuurlijk de kieming van die zaden. Het is ook om onze gezondheid en de vruchtbaarheid van alle bodemsoorten te genezen en te verbeteren. Het draagt bij aan de productie van lekkere, gezonde en milieuvriendelijke producten. Dat zie je rechtsboven op het plaatje. Daar ziet u een dame en die heeft twee meloenen, die heeft twee producten vast. En de linkse, dat is hoe het vroeger was. En de rechtse, die de voeding van biohumus heeft gekregen. En dan zie je een heel groot verschil. En dat is dus niet alleen in de buitenkant in kleur, maar natuurlijk ook in smaak en goed voor onze gezondheid. Het versterkt de natuurlijke smaak, de fruitsmaak ervan. En belangrijk, het wordt als eerste geteeld voor de landbouw, fruit en groenten, bessengewassen, voor inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kan het ook de wereld over, maar het wordt nu in de Verenigde Arabische Emiraten geproduceerd. Daar zijn alle vergunningen voor afgegeven en daar kan men het als eerste gaan gebruiken om te kijken. Dus ik ben benieuwd wat dat in de toekomst voor resultaten gaat geven. Als je dan kijkt wat de duurzame biosfeerclusters doet, het gebruik van de natuurlijke ingrediënten is in elke technologie een landbouwfase. Dus je kunt het altijd gebruiken. Het is ook een afvalvrij gebruik van alle soorten grondstoffen en ook alle componenten in elke fase van de ontwikkeling. En het versterkt de immuniteit van planten en herstelt de vruchtbaarheid van aangetaste gronden binnen één seizoen. Dat is heel, heel snel. Het toepassen van een praktische aanpak door de rijke ervaring en wetenschappelijke kennis is opgedaan tijdens de 6 jaar onderzoek, waar ik daarnet al een van de beginjaren van heb kunnen uitleggen. De conclusie? Utera bijvoedingen zijn getest op gewassen die geteeld zijn op onze landbouwgronden en ook voor onze achtertuinen. Utera bijvoedingen zijn voorzien van een internationaal veiligheidsinformatieblad. Dat noemen ze de MSDS. Het zal door patenten worden beschermd. En de resultaten van het gebruik van Utera bijvoedingen in 2022 zijn opbrengstverhoging, smaakverbetering en het verhogen van de stressbestendigheid van planten. Want ook ja, planten hebben stress, kunnen stress hebben. Het doel? Voor de productie van de bodem, elixir voor Utera op basis van vloeibare biohumus om de gezondheid en vruchtbaarheid van elke bodem te verbeteren. Voor de productie van losse biohumus, Utera, om de vruchtbaarheid van gedegradeerde, onvruchtbare en woestijngronden te herstellen. Dat is heel belangrijk bij de verschillende bodemsoorten. En voor de organische veehouderij, de kwartelkweek onder andere. En teelt van waardevolle, geneeskrachtige paddenstoelen en planten.
Het verbouwen van landbouw, fruit, groente en bessengewassen wordt als eerste dus voor de inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten gedaan en daarna natuurlijk ook voor ons verder in de wereld. Het is een 100% organische meststof. Het garandeert een milieuvriendelijk gewas. Het herstelt de vruchtbaarheid van aangetaste gronden. En ze zullen geen schadelijke chemicaliën, genetische gemodificeerde organismen bevatten. Men afgekort GGO's. Dus de GGO wil zeggen chemicaliën en genetisch gemodificeerde organismen. Er is veel vraag naar de bodemelixer en het biohumus extract. En het kan gebruikt worden op de boerderij en bij huishoudens thuis. Het kweekt van gezonde groenten, fruit en bessen voor het persoonlijk gebruik en versnelt daarbij de groei. Het kan in de particuliere landbouw gebruikt worden en dan voor de kweek en verkoop van natuurlijke producten zonder chemische toevoegingen en onzuiverheden. En het verbetert dan natuurlijk ook de smaak en in de bloementeelt. En in de sierteelt kunnen thuis in serres en in kastcomplexen prachtige felgekleurde bloeiende planten gekweekt worden. Het verlengt de bloeitijd. Als je dan kijkt, versnel de groei, verbeter de smaak, verleng de groeitijd. Allemaal zoveel positieve dingen. Tegenwoordig hebben wij verschillende soorten groendaken met behulp van biohumus geïmplementeerd en succesvol geëxploiteerd. Denk hierbij aan schuine daken voor laagblijvende gazonplanten, platte daken met verschillende bodemdiktes waarbij de mogelijkheid bestaat om van laagblijvende planten door te groeien tot bomen met een wortelstelsel tot 1 meter diep. En daken met kassen. Door ecohuizen met groene daken, binnentuinen en kassen te huren, brengen wij de natuur naar de directe plek waar mensen wonen. Bovendien sluiten wij de prestaties van wetenschap en technologie die nodig zijn voor comfort niet uit. Integendeel, dankzij deze groene oplossingen wordt de lokale luchtkwaliteit verbeterd, worden de bedrijfsomstandigheden van gebouwen verbeterd, worden ze gekoeld in het warme seizoen en het warmteverlies neemt af in de kou. Bovendien krijgt de persoon zelf de kans om voedsel voor zijn/haar hele gezin te verbouwen, zowel op het dak als in het huis. Naar mijn mening is dit al een grote stap richting milieuvriendelijke en gezonde steden. Wetenschappers beweren dat het voor de mondiale landbouwsector in de komende 200 jaar niet praktisch is om op rijke oogsten te rekenen. Het probleem van bodemverarming begint een randprobleem te worden. In de landbouwwereld hebben revolutionaire veranderingen al lang moeten plaatsvinden. Maar gelukkig is er al een oplossing gevonden. Samengevat is die oplossing die ze net zeiden, dat het de vruchtbaarheid verhoogt met 35 tot 50%, heel veel. Het verbetert ook de bladpigmentatie. Het is een 100% organische meststof. Het is 10 tot 15 keer effectiever dan welke bekende organische meststof ook. Het vermindert de aanwezigheid van nitraten, radionucliden en ultramicro-elementen. En het verhoogt de weerstand van planten tegen ziekte, extreme temperaturen en plagen van ongedierte. Een hele lijst met hele positieve verbeteringen. Het eten zal ook beter smaken, de planten zullen smaakvoller zijn en de grond zal jarenlang vruchtbaar blijven. Je voeding wordt ook merkbaar lekkerder en de planten aromatischer. Als je dan kijkt wat de uitvoering van het project, welke stappen dat daarvoor nodig zijn. Stap 1. Een bouwbare fabriek en ook de verhuur en bouw van grond voor de productiefaciliteit. Die hebben ze inmiddels al in orde. Er is een stuk grond van 3,2 hectare gepacht op het grondgebied van Ras Al Khaimah in de Verenigde Arabische Emiraten. En volgende is het uitvoeren van het project, de stap 2, start van de productie en het opzetten van volledige productieproces met uitzicht op schaalvergroting. En de mogelijkheid om over de hele wereld soortgelijke fabrieken uit te breiden en te bouwen op basis van een kant-en-klaar bedrijfsmodel.
Er wordt in de Verenigde Arabische Emiraten al, wordt er al een nieuwe fabriek gebouwd. En daar zal het bedrijf zeer efficiënte microbiologische organische meststoffen voor de landbouw produceren. Er zijn mogelijkheden om te ondersteunen in de financiering van de bouw. En er is nu voor alle ondersteuners de mogelijkheid om geld te geven voor het bouwen van de fabriek om de geïntegreerde ontwikkeling van de biologische landbouw in alle landen verder te helpen. Er is financiële ondersteuners zijn er, die zijn nodig ook en die kunnen voor het bouwen van de UTERRA-fabriek jaarlijks tot 50% ontvangen over de winst van het bedrijf. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van je investeringsvolume en ook over de deelnameronde, want er zijn drie deelnamerondes en op dit moment zitten we in deelnameronde 2. Er zijn dus nog mogelijkheden. En het bouwproces zal wel snel van start gaan, dat wel. De levende bodem is een erfgoed dat ons generaties hebben, dat wij van generaties hebben ontvangen en dat we aan toekomstige generaties natuurlijk moeten doorgeven. En wij kunnen de economische ramp stoppen. Heel belangrijk. We kunnen dit nog. We kunnen de toekomst richten op een ander ontwikkelingsvector in plaats van datgene wat ons nu onvermijdelijk te wachten staat. Alle producten die boeren aan het begin van de 20e eeuw produceerden, bevatten 90% meer micro-elementen dan vandaag. En nu krijgen wij slechts 10% van de nuttige elementen binnen die we nodig hebben. Als je dan gaat kijken, het Centrum voor Ziektebestrijding heeft ontdekt dat 100% van de Noord-Amerikaanse bevolking een tekort heeft aan kalium. En 90% ervan heeft een tekort aan vitamine E. 70% ervan heeft een tekort aan vitamine K. 52% ervan heeft een tekort aan magnesium. 43% ervan heeft een tekort aan vitamine A. En 40% ervan heeft een tekort aan vitamine C. Als je dit zo kijkt, dit lijstje, dan denk je, oh jee. En dat is in Noord-Amerika, maar houd er maar rekening mee dat er bij ons ook veel tekorten zijn. Sorry. Wie wil en kan dit project ondersteunen? Daarvoor heb je wel wat verwachtingen nodig om te weten of het aantrekkelijk voor je is om te ondersteunen. En daarvoor was een omzetkostenberekening gemaakt. En vanuit de kostprijs die nodig was om de fabriek te bouwen. En aanvankelijk werd uitgegaan van het bedrag van 20 miljoen dollar die nodig was om de fabriek te bouwen als er 100% van de opbrengst beschouwd moest worden. In de berekeningen werd later ook uitgegaan van de reële productie en de verkoopkosten van 1 liter UTERRA Solar Elixir. En daardoor werd de productcapaciteit door de productcapaciteit werd het mogelijk gemaakt om tot 10 miljoen liter UTERRA vloeibare elixir per jaar te produceren. En dat bracht een inkomstengeneratie op van 31 miljoen. Een beetje anders dan de 20 miljoen, dus de berekening kon men iets bijstellen. En door deze verandering is het mogelijk om 56% toe te voegen aan het uiteindelijke omzet. En vanuit deze berekening kan iemand die geld wil uitlenen voor de bouw van de fabriek zien wat de verwachting is hoe het geld gaat renderen. Dit zal het jaarlijks rendement van investeerders op een positieve manier gaan beïnvloeden. Want de verkoopkosten van 1 liter UTERRA Solar Elixir is nu bekend. En dat valt best mee. Wat gaat 1 liter kosten? $3,13 per liter. Omgerekend in de Arabische Emiraten dinar is dat 11,50 en in euro's is het €2,90. Dan zie je hier de rondes wat voor winstdeling men kan krijgen. Hier mag ik als Nederlander niet veel over vertellen. Maar dat kunnen jullie zelf wel verder bekijken. En de duur waarvoor investeringen verstrekt worden, zijn geldbedragen voor 5 jaar. En na 5 jaar kun je terugvragen. Maar je kunt dit doen in een eenmalige betaling om geld te geven, of op afbetaling van 10 maanden. Na 5 jaar kan je het project verlaten en kan je het geld terugvragen met de rente. Om dit te doen, moet iemand 2 maanden van tevoren een kennisgeving sturen naar het bedrijf. En als je dat niet doet,
dan gaat de deelname aan het project automatisch door. Het wordt verlengd. U hoeft daarvoor geen brief te sturen. Alleen als u wilt stoppen na 5 jaar, stuurt u even een brief waarin u het netjes vertelt dat u gaat stoppen. En de geldgever heeft levenslang recht op winstdeling. Evenals rente voor het gebruik van het gegeven geldbedrag ter ondersteuning van het project. Totdat hij natuurlijk besluit om het project te verlaten. Er wordt een vast tarief van rente betaald per jaar van 0,1% voor het gebruik van de fondsen. En de rente wordt maandelijks opgebouwd, exclusief natuurlijk eerder opgebouwde rente. Wanneer de geldgever deze wereld onverwacht mocht verlaten en er steeds bij het project is, dan gaan al zijn rechten over op zijn erfgenamen. En de opbouw van rente in geval van overlijden stopt niet. Ik geef jullie dat ook altijd in presentaties, geef ik een uitleg over hoe je dat kunt zetten in je account. Dat is heel belangrijk. Met iedereen die een geldbedrag geeft, wordt er een overeenkomst gesloten. Daarin staan de gedetailleerde voorwaarden. Dat is een heel netjes schrijven wat heel duidelijk weergeeft waar het over gaat. Geavanceerde technologieën zijn een integraal onderdeel van het leven van ons allemaal geworden. Veiligheid, comfort en beschikbaarheid van omliggende voorzieningen, dit alles werd mogelijk dankzij de implementatie van innovatieve oplossingen. Om de gevraagde technologieën het licht te laten zien, werd een groot internationaal sociaal ecosysteem op durfkapitaal Sky World Community opgericht, gespecialiseerd in de financiering van groene technologieën. Jaar in jaar uitpraten wij steeds vaker over gezondheid en ecologie. Goede voeding is een integraal onderdeel hiervan. Om milieuvriendelijke producten in voldoende volume te telen, is het noodzakelijk om de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen. In de loop van biogenisch onderzoek heeft een groep wetenschappers onder leiding van wetenschapper en uitvinder Anatoly Yunitsky het bodemelixir Nutera ontwikkeld, een biologisch actieve plantenvoeding die oplosbare zouten van glucosuren, sulfinezuren, amine en het hele spectrum van agronomisch waardevolle micro-organismen bevat. De basis van het bodemelixir Nutera is Biohumus, een natuurlijk organisch additief dat wordt verkregen door de verwerking van zorgvuldig geselecteerd organisch afval door speciale soorten regenwormen. Als grondstoffen worden alleen natuurlijke ingrediënten gebruikt: bruinkool, turf, losse biohumus, melassen, honing en nog meer. Biohumus bevat een volledig scala aan mineralen, enzymen, vitamines en macro- en micro-elementen die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van planten. Die is 10, 15 keer effectiever dan welke bekende organische meststof dan ook en is in elke concentratie volkomen onschadelijk. Waarom bestaat er zoveel vraag naar biohumus in de moderne wereld? Omdat het een milieuvriendelijke oogst garandeert, de immuniteit van planten versterkt, de vruchtbaarheid van gedegradeerde gronden herstelt en een 100% organische meststof is. Bodemelixir Nutera op basis van natuurlijk biohumus. Verhoogt de opbrengst en kwaliteit van landbouwproducten. Versnelt de groei en ontwikkeling van planten. Reguleert en normaliseert de pH van de bodem. Stimuleert de ontwikkeling van duizenden soorten nuttige micro-organismen in de bodem. Beschermt planten tegen ziekte en ongedierte. Bodemelixir Nutera is vervaardigd met behulp van zorgvuldig geselecteerde aerobe en anaerobe elementen die gunstig zijn voor de bodem bij de ontwikkeling waarvan de originele voedingsformule wordt toegepast. Vruchtbare, onaarsgetaste gronden werden gebruikt om een grondbank aan te leggen. Voor het begin van de coronapandemie werd het vanuit 105 ecologisch schone regio's op 5 continenten naar Wit-Rusland geleverd. Vervaardigde productie is op de proeflocatie getest en die wordt in overeenstemming met de technische specificaties vervaardigd. Het vertoont een hoge efficiëntie en kan worden gebruikt voor milieuveilige teelt van gewassen en herstel van de bodemvruchtbaarheid. Bij het ontwikkelen van het elixir Nutera en het vervaardigen van biohumus werden de nationale en internationale normen gevolgd en wordt samengewerkt met de instituten van de Nationale Academie van Wetenschappen van Wit-Rusland, Russische en buitenlandse onderzoekslaboratoria. Onze productie is nu al ruim gevraagd. De boerderij verbouwt gezonde en smakelijke groenten, fruit en bessen voor persoonlijke behoeften. In de particuliere landbouw verkopen natuurlijke producten zonder chemische toevoegingen en onzuiverheden. In de bloementeelt selecteert bloeiende planten thuis in kassen en bloemenkassen.
Het gebruik van het elixir Lutera en van de natuurlijke Bioimus zal de vruchtbaarheid helpen te verhogen en gezond, milieuvriendelijk voedsel te verbouwen. Producten worden merkbaar lekkerder, planten worden geuriger en de vruchtbaarheid van de bodem blijft jarenlang behouden. Om het product in voldoende omvang te kunnen produceren, is het bedoeld een duurzaam biosfeercluster op te richten. Volgens de geplande ontwikkeling van de economie is het project financieel haalbaar, betaalbaar, voldoet het aan de marktbehoeften, is winstgevend en wordt voor de uitvoering aanbevolen. Als gevolg hiervan zal een modern biosfeerkassencomplex met volledige cyclus worden gebouwd van de productie van organische biomeststof tot de teelt van natuurlijke landbouwproducten, die vandaag geen analogen in de wereld meer hebben. Het plan om een productiebedrijf Terra op te richten bestaat uit drie fasen. Fase 1e. Het opzetten van de capaciteiten voor de productie van organische voedingsstoffen voor planten en het opzetten van een biosfeerkassencomplex. Fase 2. Het opzetten van de teelt van landbouwgewassen in het open veld en beheer van de biologische veehouderij. Fase 3. Ontwikkeling van de productie voor de verwerking van groenten, tuinbouwgewassen met de uitslag en verkoop van producten voor de behoeften van inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten. Onze concurrenten zijn tot in detail bestudeerd. Er is een kwalitatieve analyse van de eindgebruiker uitgevoerd. Er is een strategie ontwikkeld om het product op de wereldmarkt te brengen. De bouw van de fabriek zal worden uitgevoerd in een van de meest beschermde juridische zones in de Verenigde Arabische Emiraten, wat de kansen op een succesvolle projectimplementatie vergroot. De stabiliteit van het project is ook te danken aan de steun van de staat, die in de geïntegreerde ontwikkeling van de regio geïnteresseerd is. Sky World Community lanceert projectfinanciering tegen gunstige voorwaarden voor investeerders. U kunt investeerder van het productiecomplex worden en een deel van de winst gedurende de levensduur van de fabriek ontvangen. Meer details vindt u op de website. De productiefase van bodemelixir Terra is als volgt. Als eerste komt er de aanvoer van turf, kool, dan de extractie van humuszuren, daarna de optimalisering van de samenstelling, correctie van de zuurgraad eventueel, en de introductie van bacterieel inoculum en de verwerking daarna tot bodemelixir. En u zag in het vorige filmpje al de start hoe dat het verbouwd werd. Als je dan kijkt naar de maximale investering op de lange termijn, dan zorgt de productie dat het geen beperkingen kent voor de levensduur. En de fabriek voorziet in een upgrade van de uitrusting en de grond wordt voor 50 jaar verhuurd met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen. En als je meer wilt weten over dit product, neem dan contact op met de Earl of met mij. Onze telefoonnummers staan hieronder. Dan kunnen wij jullie alle uitleg geven. Daar zijn we voor om jullie netjes uitleg te geven als jullie vragen hebben en jullie te begeleiden in de verdere ontwikkeling en wat u verder wilt met de dingen die nodig zijn om je account verder in orde te maken. Neem dan contact met me op. En dan wil ik jullie bij deze bedanken. Ik heb hier alles verteld op dit moment wat nodig is. En kom volgende keer terug. We hebben verschillende keren dat we de uitleg geven voor uitleg van Utera. En die worden bekendgemaakt in op de websites en op verschillende sociale media. Hou het in de gaten en kom daar naar luisteren, want alle nieuwtjes gaan wij u daar weer vertellen. Dus voor deze wil ik u hartelijk danken. Fijne dag nog verder en tot de volgende keer. Dag! Ik weet niet of jullie mij nog horen. Moet ik alles afsluiten? Delen. Stoppen.